Stad en platteland moeten samen optrekken in plaats van de verschillen benadrukken. Daarvoor pleit Ellen Nauta, voorzitter van de P10, een groot netwerk van plattelandsgemeenten. Alleen op die manier kunnen moeilijke vraagstukken worden opgelost en kan een stap gezet in herstel van vertrouwen. 90% van de Nederlanders en vooral de Randstad en de linkse rakkers, die vinden het allemaal leuk om de landbouw voor de prikkie weg te jagen. Heel veel mensen hebben het gevoel dat de toekomst veel minder gaat worden voor henzelf en voor hun kinderen. Zit bij mensen in de randen van Nederland, in de regio van Nederland. Die hebben het gevoel dat ze eigenlijk niet meer meedoen met de Randstad, met de plekken waar de ontwikkelingen zich afspelen zogenaamd. Ik woon op het platteland, ik kom uit Friesland, ik ken de problemen. Je kunt wel heel vaak samen zeggen, maar als de ideeën en de regelgeving van de overheid nog afwijkt van wat wij willen en wat wij kunnen, dan is er geen samen. We worden gewoon niet fatsoenlijk behandeld. De Nederlandse boer die probeert daar alles aan te doen om aan de stikstofnormen en alles te voldoen. Volgens mij hebben we nog genoeg gedaan, wat twee dat anderen een keer wat gaan doen. Ik heb ook het idee dat wij hier in het rest van het land, dus als je niet uit de Randstad komt, dat je er maar bij hangt. U bent dus voorzitter van een groot plattelandsnetwerk. Vat dit een beetje het humeur samen, wat we hier allemaal zien? Ja, het vat het humeur samen. Ook wat Remke schreef, hè, de wanhoop in de ogen. Want er gebeurt echt heel veel als het gaat om de boeren. Het zijn ondernemers die willen duidelijkheid hebben voordat ze grote investeringen aangaan. Ja, en als die duidelijkheid niet wordt gegeven, als beleid en uitvoering uit elkaar liggen, dan moeten we er wat aan doen. En deze week dan, het hele gedoe rond de mest, de brief die er wel was, nog niet over gecommuniceerd. Die boeren die nu toch al eerder aan die Europese regels moeten voldoen. Wat doet dat met dat toch al broze vertrouwen? Dat vertrouwen brokkelt verder af, omdat mensen nogmaals die duidelijkheid willen en ze willen perspectief. Dus er gebeurt heel veel in Brussel, worden veel besluiten genomen. Den Haag moet daar wat mee. Maar vervolgens komt het aan op de uitvoering. En daar denk ik dat wij het gesprek over aan moeten. Ja, u ergert zich aan het telkens benoemen van de kloof tussen stad en platteland. Wat ergert u zo? Wat zit u dwars? Ik vind dat we daar onnodig veel energie aan geven, want we praten heel veel over die kloof. En als we nou eens praten met elkaar en niet in stereotypen over elkaar, volgens mij komen we dan verder. Wat is dan een stereotype waar u zegt van daar moeten we vanaf? Nou ja, wat net in het filmpje ook werd gezegd, wij hangen erbij, wordt er in de randen van Nederland gezegd. En de westerling begrijpt ons niet en omgekeerd. Dat zijn stereotypen. Ik denk dat als je gemiddeld Nederlanders, als je daarmee spreekt, dat die stereotypen helemaal niet zo ver, niet zo pregnant zijn zoals ze nu zijn. Zegt u dan die kloof is er niet? Of zeggen die kloof is er wel, maar moeten we niet de hele tijd benadrukken? Precies, een kloof zal er ongetwijfeld zijn, want het zijn andere levens. Ik heb zelf opgegroeid in Den Haag, nu woonachtig in Markelo. Het zijn andere levens en toch hebben we ongelooflijk veel gemeenschappelijk. En we wonen in een klein landje, hè? We zullen het samen moeten doen. Ja, wat is nou echt heel anders dan? Ik denk wat anders is, is het tempo van leven. In Den Haag was ik gewend om met zo'n telefoon een beetje zo met lijm aan mijn oor te zitten. En in Markelo heb ik geleerd dat je gewoon met mensen praat. Het klinkt heel raar. Beide kanten wordt even hard gewerkt. Daar wordt even veel zorgen gedeeld enzovoort. Toch is het anders. Ja. Hoe vaak wordt er over de kloof gesproken in politiek Den Haag? Nou ja, op zich best vaak. Het is een hot topic. Maar misschien juist ook om te proberen om dat gesprek gaande te houden, om ook juist inzicht te krijgen in, hè, het is ook belangrijk om aandacht te vestigen op niet alleen de Randstad, maar ook op het platteland. Ik denk dat het platteland vaak ook het idee heeft dat Den Haag ze vergeet. Van, ze zijn alleen maar met zichzelf bezig en hallo, wij zijn er ook nog. Er wordt wel veel over gesproken. Dus daarom we die kloof erkennen, maar de vraag is dan nu, wat doe je daaraan? Mevrouw Nauta, u schrijft ook op de website van die P10, hè, waar jullie dus opkomen voor de belangen van plattelandsgemeenten, dat het platteland ruimte biedt voor oplossingen. Zeker. Over wat voor oplossing hebben we het dan? Neem alleen het woonprobleem. Neem het energieprobleem. We hebben nogal wat boerendaken, zal ik maar zeggen, waar een zonnepaneel op kan. Er zijn zoveel mogelijkheden die ruimte die wij hebben in de randen van Nederland bieden voor de overbevolkte Randstad. Als je wil samenwerken, is het fijn als je allebei er wat bij te winnen hebt. Mm-hmm. Dus wij hebben in de randen van Nederland, P10-gemeenten hebben veel te bieden aan de Randstad en omgekeerd. Ja. En zo, als we dat doorkrijgen, ja, dan gaan we met z'n allen vliegen. Ja, maar gisteren natuurlijk ook weer in het nieuws dat de asielcrisis, dat er toch weer veel meer plekken nodig zijn. Ja. Waar kan dan het platteland daarin een oplossing bieden?
Nou ja, kijk, we hoeven alleen maar naar Groningen te kijken. Wat die alleen al doen als provincie aan de opvang van vluchtelingen. Nogmaals, ook vluchtelingen zijn een gemeenschappelijk probleem. We zullen er samen uit moeten komen. Maar loopt u ergens tegenaan? In uw gemeente zelf bijvoorbeeld, in Hof van Twente? Nou, bijvoorbeeld, als je kijkt naar het beleid, is erop gericht om grote vluchtelingenlocaties te maken. Dat is natuurlijk efficiënter, goedkoper enzovoort. Grote stappen snel thuis. Ja. Zeker. Maar ik heb een gemeente, de oppervlakte van de gemeente Amsterdam, met 35.000 inwoners. Ik heb geen grote gebouwen in mijn gemeente. Dus ik pleit voor kleinschalige opvang. Dan gaat de integratie ook beter. Ja, daar is het Haagse beleid niet op ingericht. Nee, en daar zou dus veel meer over moeten tuurlijk, zijn. Tuurlijk. Ja. En wat nog meer? Wat is het platteland nou, bijvoorbeeld woningbouw. Het Rijk geeft subsidies aan grote woningbouwprojecten. Moet je echt denken aan 500 woningen of meer. Ja, dat krijg ik in de plattelandsgemeente niet zo gauw bijgeplust. Dus ik pleit ervoor, lever nou maatwerk. Kijk naar de uitvoering. Dan gaat het een stuk beter. Gelukkig heeft minister De Jonge dat laatst ook benadrukt. Mm-hmm. Ook wij moeten kunnen bouwen in de randen van Nederland. Dus er zijn zoveel thema's waar wij elkaar echt beter moeten vinden. U klinkt heel optimistisch, heel positief. Maar als we dan net ook horen in het filmpje zien, het humeur is toch wel heel anders. Hoe ziet u dat voor de komende tijd? Voor de komende tijd hoop ik dat er veel meer oog komt voor de uitvoering. Dat we niet over boeren praten, maar ze aan tafel laten zitten. Wij willen als P10 ook niet dat er over ons gepraat wordt. We willen aan tafel zitten. Maar dat daar is nu natuurlijk ook het geval, toch? Tenminste. Wat zeker, dan? We komen wel aan steeds meer tafels te zitten. Dus men heeft wel door in Den Haag, oh ja, P10 platteland, daar moeten we iets mee. Nou, zo willen we het heel graag hebben, maar dat kan nog beter. Dus praat nou met de mensen die het direct aangaat. Dan. En als wij elkaar over 5 jaar weer spreken, wat moet er dan bereikt zijn? Dan moeten we in elk geval duidelijkheid hebben voor de boeren. Ik denk dat dat een groot goed is. En wij moeten die kloof, daar moeten we niet meer over praten. Die hebben we gewoon gedicht, klaar. Nou ja.